Alexander, Robert, jullie derde WK is begonnen. Eerste WK gelijk wereldkampioen. Vorige WK in Nederland was een lichte teleurstelling. Nu begonnen met een 2-0 overwinning. Hoe ging het, Alexander? Ja, het ging nog niet helemaal zoals we wilden. Het was echt het doel om toon te zetten ook met deze eerste wedstrijd. En ja, hoewel we een 2-0 winnen, is het nog niet helemaal de manier waarop we willen spelen. Maar weet je, winnen is gewoon altijd lekker. Dus nou, zeggen we maar volgens de bekende uitdrukking dat we gaan groeien in het toernooi. Robert, jullie hebben de laatste maand weinig gespeeld. Een paar toernooien teruggetrokken, niet gespeeld vanwege de blessure van Alexander. Is dat een probleem dat je wedstrijdritme mist? Nou, niet een probleem, maar het is wel iets waar je dus nu hard voor moet werken inderdaad. Je merkt dat dat allemaal nog even niet vanzelf gaat. Dus dat is wel iets wat je een beetje moet forceren en ja, daar echt heel bewust mee bezig bent. En, ja, gelukkig hebben we 3 poolwedstrijden, dus wat dat betreft, ja, we kunnen wel spelen. Nou, ik ben heel blij dat we deze gewonnen hebben, dat is belangrijk. En, ja, verder, je hebt op zich niet heel veel voordeel aan eerste, tweede of derde wordt. Tuurlijk, voor je eigen gevoel is het lekker als je eerste wordt in het toernooi, maar, of in de pool. Maar het maakt vrij weinig uit daarna van hoe je doorgaat. Dus ja, we zien wel. Ja. We gaan lekker spelen en juist in die poolwedstrijden dat ritme vinden en dan gaan we lekker groeien. Alexander, hoe gaat het met je bovenbeen? Ja, top. Ja, ik heb nu nergens last van. Nergens last van als ik nu in deze wedstrijd ook niet. En ik heb deze wedstrijd nog wel uit stand geserveerd. Wat wel heel raar was, moet ik zeggen. Dat heb ik eigenlijk nog nooit gedaan. Maar dus dat zijn dingen waar qua belasting waar we dan rekening mee houden. Maar als het goed is, heb de rest van vandaag vrij, morgen vrij. En dan kan ik zondag gewoon weer vol bak. Ook nog een wedstrijd op het centercourt, kijken jullie daarna uit? Ja, twee zelfs. Nog twee poolwedstrijden op het centercourt. Ja, daar hebben we zeker zin in. Daar houden we wel van. Hopen dat het ook een beetje vol zit. 10.000 mag wel lastig worden. Volle 10.000, aanstaande zondag. En natuurlijk super leuk dat onze familie hier ook allemaal is. Die staan op de camping of die zit hier vlakbij. Dat is wel een hele leuke support. Ja. Dankjewel jongens, op naar het pomp. Yes, graag gedaan.